Hoi, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Dierenpraat TV. Vandaag hebben we een nieuw paard opgehaald. En ik weet niet of jullie Star nog herkennen. En Sofietje en Sadie staan nu lekker in de tuin. Maar dat was wel weer een avontuur. Hierover later meer. Zijn jullie nog zo suf? Ja, ze zijn alle twee voor de tandjes weg geweest. En wij dachten dat het bij Danny niet zo goed was, maar dat viel mee. Maar Belou had dus hele erge ontstekingen, dus die heeft ook medicatie meegekregen. Die heb ik hier zo. Dus daar moet ze nu een tijdje op, 14 dagen. En ik heb nieuwe vaccinaties voor de pups, voor de vier kleintjes die bij de Joris bij gedumpt waren. En een gezondheidsverklaring. Dus we zijn weer een stapje verder naar beterschap van de honden. Ach, dit hier. Ben je nog een beetje zo duizelig en zo? Oh, jij bent een beetje aan het kwispelen. Ben jij een beetje in Wonderland? In Wonderland, jongen. Komt helemaal goed hoor, we zijn bijna weer thuis. Ja. Schattekken. Maar die tong. Hey, mop. We zijn bijna weer thuis. Wie is zo aan het kwispelen? Ben je deze sociaal hondje geworden? Dat is goed. Weer mooie schone tanden, hè? Ja. Oh, ga lekker liggen, joh. Als ik haar aan ga te kwispelen. Jij is jouw meisje, hè? Doe maar rustig op. We zijn bijna thuis. Ja, netje, hè? Je hebt happy met zijn nieuwe sabattas. Zijn jullie allemaal stoer aan het doen? En lieve? Zijn jullie aan het spelen? Meneer de ezels. En dat is mijn boef, Sofie. Sofie de boefie? Die krijgt een dikke wintervacht. Schattig. Ja, Sjors, Stef en Shimmy. Shimmy komt van hetzelfde adres als het nieuwe paardje. Lekker grasjes eten, ken je dat? Wat loop jij toch goed? Superleuk, hij is laatst tijd allemaal aan het bokken. Hé, hey, waar is jij aan het bokken? Ik zag het. Waar is jij aan het bokken? Ik zag jou al bokken staan. Knappert. Hoi allemaal, daar ben ik weer. Nou, ik ben nu inmiddels vlakbij het vliegveld. Oh, er rennen twee honden. Vier honden. Goeie. Ik weet niet of jullie ze zien. Ze zijn allemaal aan het rennen. Ik vind dat altijd zo doodeng als ze dat doen. Straks worden ze aangereden. Er loopt ook echt een teefje met super lange tepels. Oh jee. Curaçao is echt niet oké, wat dat betreft met dieren. Gelukkig hebben we hier twee geluksvogels. Dat is River, dat is een pensionhond. Die heeft bij ons het weekend gelogeerd. En die gaat nu terug naar zijn baasje. En zijn baasje woont helemaal aan de andere kant van het vliegveld. Dus wij wonen zeg maar hier. En dan heb je hier het vliegveld en daar woont het baasje. Dus ik zeg, nou laten we net voor het vliegveld afspreken. Dat scheelt hem iets van 40 minuten rijden. En voor ons is het geen probleem, want die hond is super relaxed. Die kan gewoon makkelijk erbij. En Nala is er ook bij, want Nala gaat naar een gouden mandje in Nederland. En Nala is het hondje wat toen gedumpt was bij de Joris bij. En die heb ik toen heel lang onder een boom verzorgd.
Zij blafte altijd als we voorbij kwamen, dus er gaven altijd brokjes en zo. Maar op een gegeven moment werden steeds meer honden gedumpt, terwijl die lockdown was. Op een gegeven moment liepen daar 14 honden. Toen hebben ze haar echt helemaal beschadigd. Ontzettend veel bijtwonden. Dat was zo ontzettend zielig. Ik zag haar al een paar dagen niet, dus ik was wel bezorgd. En toen op een gegeven moment kwam ik aanrijden. Het was keihard aan het krijsen. Toen ben ik naar haar toe gegaan, helemaal door de pika-bosjes heen. En daar lag zij dus zwaar gewond. En achteraf bleek ze dus ook nog zwanger te zijn. Alleen ze moesten natuurlijk flink aan de antibiotica voor al die wonden die ze had. Het stond echt sommige stukken gewoon zo ver open. Gewoon de bijtwonden. Echt niet normaal. Dus helaas zijn die pups geaborteerd. Maar ze is nu helemaal gezond. Ze is genezen van allerlei parasieten. En ze is uiteraard natuurlijk ook gesteriliseerd. En daar lopen die hondjes. Ik denk dat ze denken dat ze eten krijgen van mij. Ik zal ze dan wel eten geven, want ik heb één tijd in de auto, dus dat ga ik zo eventjes doen. Dus en Nala gaat echt naar een geweldig huisje. Zij gaat het echt zo ontzettend goed krijgen, dus daar ben ik heel erg blij in. Blij voor. Oh kijk, daar komt hij aan. Ze komen echt om kijken om te eten en daar loopt de ander. Oh, zijn jullie stoer. Jij bent zelf ook chillen geweest aan Nala. Zo noemen wij de straathondjes. Eigenlijk op Curaçao noemen we ze West Pointers. Dat is een kruising straathond. Hey, ben je er klaar voor? Zo, ik zit op de parkeerplaats bij de Burger King. Het is echt heel slecht. Wij eten hier zo vaak, maar dan ben ik zo moe na een hele dag. En dan is het makkelijkst om even langs de Burger King te rijden. En dat is hier eigenlijk goedkoper dan gezond eten. Dus dit is een hele slechte gewoonte van ons. Sowieso met die warmte is suiker natuurlijk echt heel erg lekker. En het is gewoon makkelijk dat je in je auto kan blijven zitten en gewoon het eten mee kan nemen. Dus ik schaam me wel een beetje ervoor, maar... Ach ja, zo heeft iedere gek zijn gebrek. Ik heb Nala weggebracht. Ze was heel erg bang, maar zij gaat zo'n geweldig leven krijgen in Nederland. Ik heb net foto's gekregen van die honden die haar vrienden zijn. Er zijn er twee uit Roemenië en één Rottweiler. Ja, die man die heeft echt een zwembad in zijn tuin. En die tuin is 2000 vierkante meter, dus hij hoeft ook helemaal niet met haar te wandelen. Kan wel, hij gaat vaak met ze naar zee en zo. Maar dat gaat echt een verwend prinsesje worden. Dus dat is zo fijn. Nou, ik ga gauw naar huis. Ik ga bij het nieuwe paard kijken. Ik ben echt zo benieuwd hoe het met hem gaat. Ik heb al wel een paar keer gebeld. Gaat alles nog goed? Ze zeggen dat alles goed gaat. Dus dat is heel fijn. Het paard komt, die zou voor een rancho ritten met toeristen gaan rijden. En toen wilden ze hem castreren en er was een Colombiaanse arts die was overgekomen. En dit was het eerste paard waar hij aan zou beginnen. En het paard heeft zo hard in zijn hand gebeten dat heel zijn zenuwen door zijn. Dus die man is eigenlijk gewoon invalide, die kan niet meer opereren. Super erg. Maar daardoor wilden ze dat paard niet meer en is hij bij die mensen terechtgekomen waar ik hem nu van vrijgekocht heb. Daar komt mijn eten aan. Nou, ik ga lekker naar het paardje toe. Ik wil jullie super bedanken voor het kijken naar de video. En tot de volgende keer. Groetjes uit Curaçao. Veel liefst. Doei doei. Doei.